De grootste waterberging van Nederland wordt vanochtend officieel geopend. Het is het Volkerak Zoommeer bij Bergen op Zoom. Als alles tegen zit, een westerstorm, hoog water in de rivieren en gesloten stormvloedkeringen, dan kan in deze gigantische opslag nog zo'n 200 miljoen kubieke meter extra water worden opgevangen. En hierdoor is de kans op overstromingen veel kleiner. En bij dat Volkerak Zoommeer is collega Jan Walen. Ja, Jan, vanochtend dus de officiële opening. Hoe vaak gaan we dat meer nou nodig hebben? Ja, als het goed is, maar eens in de 1430 jaar. Dat hebben berekeningen uitgewezen. Dan is het nodig, want dan zou er een samenloop van omstandigheden kunnen zijn waardoor het is. Stel je voor, er is zuidwesterstorm en het water beukt tegen de kust aan. Dan moet de stormvloedkering dicht voor onze veiligheid. Maar als er dan nou tegelijkertijd ook hoog water is in de rivieren, dan kan dat water, wat juist de zee op moet, er ook niet uit. En dan zouden er problemen kunnen ontstaan. En dus is bedacht, we moeten ergens een enorme badkuip hebben waar we dat water in kunnen laten stromen, zolang als die storm blijft duren en tot die kering weer open kan. Ja, en die bak, die is hier achter me. Naast me staat Suzanne Frink. Zij is de projectleider van het Volkerak Zoommeer. Ja, wat heeft u moeten doen om dit meer, wat hier al ligt, geschikt te maken als overstromingsgebied? Nou, we hebben een aantal dijken moeten versterken. We hebben ze niet hoeven verhogen, want het Volkerak Zoommeer is in wezen gewoon, zijn gewoon oude zeedijken. Vroeger was het hier zee. Dus de dijk hoeft alleen maar versterkt te worden. Er is gekeken op verschillende plekken, of op het hele gebied, van waar is hij niet sterk genoeg voor als we Volkerak Zoommeer in willen zetten als waterberging. En die plekken die onvoldoende zijn, hebben we versterkt. En verder hebben we de kunstwerken die rondom het meer zitten. Dat zijn de kunstmatige gaten. Sluizen bijvoorbeeld. Sluizen en inlaten en uitlaten. Hebben we ook extra verstevigd om te zorgen dat de boel goed dicht zit als hier 2,5 meter water op komt. Ja, dan komt er hier 2,5 meter bij, dan staan wij hier in het water, of niet? Als nee. Dat zou gebeuren? Of nee. Je kan het hier mooi zien, daar waar de nieuwe bekleding aan is gebracht, tot daar komt het water. De grijze rand hier daar? Ja, inderdaad. Ja, en daar komt het water en dat betekent dat de rivier dan hoeveel lager zou kunnen zijn? Dat betekent, wederom uit berekeningen, dat bij het Hollands Diep een halve meter, ongeveer een halve meter water gezakt. Het water ongeveer een halve meter zakt. Ja, en dat betekent dan dus dat de rivieren niet zullen overstromen en de mensen hier droge voeten houden. Dan kan niet gebeuren wat bijvoorbeeld in 1953 gebeurde of wat er later is gebeurd bij de hoge rivierstanden in de jaren 90. Precies, dat is het doel van deze maatregel. Dit draagt bij aan de waterveiligheid van 4 miljoen mensen in heel Nederland. Ja. En daarvoor is die enorme waterbak dus hier, waar straks 80.000 Olympische zwembaden aan water bij kan, om ervoor te zorgen dat wij droge voeten houden. Tenminste, eens in de 1430 jaar, als dat nodig is.